JetSet Event. Vandaag zijn we voor Powels Consulting een event aan het klaarzetten in Brussels Expo. En ik ga jullie meenemen door heel dit proces. Dit event is tot stand gekomen nadat Powels Consulting bij ons een aanvraag heeft gedaan voor een jaarlijks personeelsfeest. We hebben dan enkele afspraken ingepland, wat brainstormsessies. We zijn dan ook enkele locaties gaan bezoeken, waar de klant dan één favoriete locatie heeft uitgekozen. Daarna werken we dan ook een conceptvoorstel uit, met dan een bijhorende kostenbegroting, totdat die dan getekend wordt en compleet is. Vandaag ben ik hier als centraal aanspreekpunt voor zowel de klant, maar ook voor ons hele team. Dus ik hou in de gaten of dat iedereen de taak allemaal volgens de juiste timing uitvoert, of dat iedereen de juiste briefings krijgt, maar ook vooral voor de klant te ontzorgen, zich op zijn gemak te stellen, zien dat die alles heeft wat hij nodig heeft. Mijn taakpakket voor vandaag begint eigenlijk bij de aankomst van de eerste leveranciers. Ik zie dat iedereen op tijd toekomt en op een deftige en ordelijke manier kan lossen en beginnen aan hun eigen taken. Ik maak een plaatsbeschrijf van de locatie, zet er op voorhand alles van schade die er eventueel al zou zijn vast is gelegd. Onze eigen medewerkers komen dan ook toe waar ik dan aansturing geef van alles van catering, dranken, bar. Eens dat de opbouw van het evenement klaar is, ben ik weer contactpersoon voor de klant, zodat als zij nog mee iets zitten tijdens het evenement, ze altijd bij mij terecht kunnen. Ik doe dan ook verder de aansturing van al personeel en leveranciers, zodat alles van timings wordt opgevolgd en verder het event in goede banen leiden. Bij de afloop van een evenement zorg ik ervoor dat alle leveranciers op een deftige manier kunnen afbouwen. Ik zorg er ook voor dat alle materialen van leveranciers die later op de avond hun ophaling doen, deftig bij elkaar staat, zodat dat kan opgehaald worden. Daarna doen we nog een laatste plaatsbeschrijf met de locatie, dat voor hun ook alles netjes is achtergelaten. Daarna begin ik aan mijn taken van die brief schrijven en de nodige documenten doorsturen naar onze boekhouding voor afrekening. We hopen dat jullie hebben genoten van ons te volgen vandaag. Willen jullie in de toekomst ook zo'n evenement organiseren? Neem contact met ons op en ons team staat klaar om jouw droomevenement te organiseren.